Oké, okay, maar gewoon, we gaan even boodschappen doen. Ja. Er is hier een Colruyt en dat is een grote supermarkt. Een supermarché staat er. En die is hier 2,8 kilometer hier vandaan. Dus daar fietsen we even heen. Want we moeten nodig vlees halen. Vleeswaren. We hebben helemaal geen vleeswaren meer. We hebben alleen maar kaas. Kaas. En vlees. Vleeswaren. En nou kijk, jullie zien het. Het is prachtig weer. We werden vanochtend wakker met het zonnetje en toen... En dat zonnetje, dat scheen precies zo... Pop, door het slaapkamerraam naar binnen. En dat vond ik wel ietsje te warm. Ik ga even de luifel indraaien, want als we weggaan dan laat ik de luifel niet openstaan. Dat vind ik... Daar heb ik wel eens gehoord van mensen dat ze terugkwamen en de hele luifel was afgescheurd. Omdat het door de windvlaag ineens opkwam. Dus dat gaan we even opruimen. En kijk, ik heb de trotters uit de... garage gehaald, klaargezet, dus de fietsen er even heen. Nou, jullie gaan het zien. Vandaag, het is weer een nieuwe dag. Nieuwe dag, nieuwe kansen, toch? Nou, laat, het is ondertussen al 10:30 of zo. Ja, in de, jezus, 10:30 al. Kijk na, we waren vroeg op. Ik ben al vanaf 4:30 wakker. Ja, jij. Ik niet hoor. Ik werd om 7:30 wakker omdat het zonnetje in mijn gezicht scheen. Zo. Hartstikke idee. Dat doet het even een stuk lichter. Ik doe alleen even die kussen. We hebben ondertussen allerlei soorten weer al meegemaakt. De stuwen zijn zo groot. Kijk, en die heb ik zo neergezet zodat die band in de zon zit. Dat voorkomt uitdroging van mijn banden. Oké. Okay. Waarom staat dat nou niet goed? Laat me nou! Zo. Onze Marol. Oh, hit the road. Oh, dan moeten we hier meteen omhoog, maar je wel eventjes... Bonjour. Ja, maar je versnelling gebruiken. Oké, okay. Gaat-ie. 1, 2, ja! Oh, dat valt er wel mee. Nou, maar dat komt ook, we hebben ondersteuning, hè? Oh, dit valt inderdaad nog wel mee. Beter dan lopen. Kijk, attention. Van 2:30 tot 6:30. Route Barré. Weet je nog, hier waren die jongens, sprongen die hier vanaf. Nee, nog niet, zo meteen. Even wachten, ja, wacht even, ja, daar moeten we inderdaad omhoog. Even wachten. Kijk, daar moeten we omhoog, ja. Ja, daar, ja. Oh ja, kijk uit. Oké. Ja. Dit gaat stijl. Moet je horen, mijn motor heeft het moeilijk, jongen. Kanonnen.
Nou. En we rijden gewoon als een malle door. Jezus. Puf. Dan heb ik nog ondersteuning, maar ik weet niet of jullie het hoorden, die motor. Die heeft het moeilijk. Oké. Kijk. Wow. Oh, maar gewoon wachten eens. Stop eens. Kijk. Ik riep je even terug, want kijk. Hoeveel kleuren groen? Kijk, een prachtige mooie supermarkt. Nee, ik zet hem uit. Komen we uit de supermarkt en draai ik mij om, kijk. Ja, hier, mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Heel mooi. Oké. Ik zal even die GoPro op stuur vastzetten. En natuurlijk is Mago alweer over. Oké. Je kan weer. Heel eventjes, want kijk, het is een boomgaard. En er zitten allemaal vruchtjes aan en we weten niet wat, dus gaan we even kijken. Wacht eventjes. Zo, mijn gauw staat erbij, kijk. Oké, ik heb hem even aangezet, dat we eventjes dat kunnen zien. Dan gaan we eventjes naar... deze ook sluiten. Picture this, yes. En dan zeg ik doorgaan met de beperkte versie. Dus niet doorgaan drukken, maar doorgaan met de beperkte versie. Dan druk ik op het fotocameraatje. En dan richt ik op dit dingetje. En kijk, en het is een okkernoot. Een walnoot! Nou ja, dit zijn walnotenbomen. Nou, ik. Zou je toch ook niet zeggen? Nee. Okkernootje. Ja. Oh, geweldig. Okkernoot. Gewone walnoot. Dus dit zijn walnoten. Nou, echt bijzonder. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik ook niet. Nee. Wacht eventjes. Zo, eventjes. Nou, jullie zien het. Het is dus een walnoot. Nou... Walnotengaard. Ja, en dat is echt... Moet je kijken, dat loopt dus van daar. Zo. Helemaal daarheen. Tot helemaal daarachter. Kijk. Ik zal het even laten zien. Kijk, tot helemaal daaraan toe. Wat weet je, hè? Nou. In Italië heb je die olijfgaarden. En daar zitten allemaal die netten onder. Ja. Want dan vallen ze er op een gegeven moment vanaf. Dan moet dit geplukt worden. Ik heb geen idee, vrouw. Ja, daar, recht boven je, daar. Kijk, daar gaat hij. Ja, apart, hè? Nou ja, wel dankzij Picture This. Mooi weten we het. Dag walnoten, kwekerij, bomen, dingest. Hè? Ook een nootje. Ja, en ze zeggen niet voor niks. Ze zeggen niet voor niks. What goes up must come down. Dus
wat we net omhoog geklommen hebben, moeten we nu ook weer naar beneden. Ja, maar hoef je niet te klimmen. Hoef je niet te klimmen, nee. Oh, is dat hier? Ja. Kijk uit, hè, met naar beneden gaan. Ja, 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 even wachten. Even stoppen dan. Je verwacht het niet, maar er is hier nog een heel klein straatje. Je verwacht toch niet dat er hier een auto naar beneden rijdt? Ja, er staan hier toch ook huizen? Hè? Ja, dat is zo. Nou kijk, dat is dus het dorpje daar zo. Saint-Nazaire. En dan kunnen jullie... Dan kan je hier vandaan goed zien, kijk. Het loopt daar... Daar fietsen we straks weer. Ja, daar fietsen we zo. Richting Samping. Richting de Samping. Nou, oké. Nou, leuk. Oké, nou, we gaan naar beneden. Ik moet wel even zorgen dat ik mijn hand aan mijn stuur hou. Kijk, wat is hier zo in één keer naar beneden raast. En je schiet hier in één keer de weg op. Nou, kijk uit hoor, er komt nog wat aan. Saint-Nazaire in Royans. Wat is er? Ja, dat zien we straks nog wel. Oké, we gaan hierin. Ja, wacht even. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, je mag. Jongens, een drukpunt. Kijk, we rijden 40. Oh nee, hoe hard rijden wij? 22. Ja, 22. Hij geeft het ook aan. Kijk op het bord voor je. Geweldig. Hier weer naar beneden. Zo, ruik je dat gras? Hij is dat gras aan het maaien. Oh, engel. Weet je wat nou weer zo stom is? Heb ik die windjammer er niet op zitten? Nou, dan zijn we hier weer. Voilà. Dan zal ik eerst even de spullen aan jou aangeven. En dan zullen we die fiets even aan de achterkant van de knauw zetten. Want hier in het zonnetje is het natuurlijk bloedje, bloedje heet. Ja mensen, jullie zien het goed. Kijk. We hebben zelfs de sunblokker eronder. Want het is... Kijk, het is nu al 24 graden en het wordt 30 vandaag. Ik heb de shinga's, kijk, die heb ik eventjes daar tegen de schutting aangezet, want dan staan ze in de schaduw. En wat ga je doen, Michal? Heb me je kousen gelijk maar even. Wat ga je doen dan? Nou, wat denk je? Ik heb die kousen vanochtend schoon aangetrokken. Dat is niet waar, gisteren. Oh, gistermorgen. Oké, jij gaat even wassen, hè? Even hobbyen. Nou ja, nee, niet even hobbyen, gewoon... Even lekker opfrissen. Nou ja, kijk, ik heb daar net het wasdroogrek neergezet. Dus dat is zo en, droog. En die zat in die zon, met dit weer. Het is niet zo droog. Waarom doe ik het nou ook even? Ja, slim. Heb je wat te doen ook, zeg het maar. Nee, want ik heb nog genoeg te lezen, hoor. Oh. Kijk. Nou, ik heb nog goed, gedoucht, ik kan het alweer doen. Nee, ik heb me net gedoucht. Ik ben net uit de douche geweest. Handdoek hangt te drogen. In het zonnetje, moet jullie kijken.
En het is nu... Oh, ik heb mijn klokje nog niet om. Het wordt vandaag 30 graden, dus... Wel heel warm. Kijk, we hebben een pakje ham gehaald. En... Dan dik gesneden, hè? Ja, dik gesneden, ja. Zo, oh, wel lekker. En kijk maar, als jij nou eventjes neemt, dan kan je eventjes laten zien hoe mijn haar eruit ziet. Andere kant. Jellig haar. Kijk, we gaan hem even geschoren net. Geknipt en geschoren. Met de tondeuze, je moet even je vinger weghalen. Of zie je hem niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, jullie zien het. Clean as the whistle. Ja, in het zonnetje. In het zonnetje. En kijk, broodje. Heerlijk. Ja. Nou ja, dat wou we even laten zien. Dat we gewoon heerlijk in het zonnetje zitten. En we hebben de zonblok erop gehangen. Heerlijk. Oplopen. Ze willen even een paar fotootjes maken. Kijk. En Anja had al gevraagd of ik niet af en toe eens wat foto's in de video wil plaatsen van jou. Dus ik zeg ja, daar hebben we het al meer over gehad. Dat gaan we wel doen. En dan... Heb je het er wel eens gedaan? Ja, ja, was een foto-video gemaakt. Nee, maar ik bedoel echt de foto's er tussendoor plaatsen. Dus ik zeg van kijk, hier staan we en jij maakt de foto, dat ik dan die foto plaats. En dan zetten we er wel bij copyright Mago. Goed? Nou ja, dan gaat het nou even niet worden, want we hebben geen internet. Dus ik kan niet... Nee, maar ja, goed, dat weten de mensen natuurlijk niet, want die zien pas die video's als ik weer internet heb en geüpload heb. Ja. Nee, maar gewoon laat gaan. Dat is een webs. Ja, daarom. En websen die zijn hele goede nuttige beesten. Oké. Okay. Moeten die straks niet op opladen? Dan blijf je vragen, hé. Ja, want als de volgende keer je dan weer gaat fietsen, dan zeg je, ik weet niet hoeveel ik kan. We zijn 5 kilometer hebben we gedaan, naar die supermarkt heen en terug. Ja, dat is een voortje, hoor. Ja. Eind juli, begin augustus 1944, 33 patriotten geëxecuteerd. Zijn slachtoffers van de barbaarse... Rassie, hè? Nazië. Oh ja. Zie je, dit is... Ja. Ja. Hallo wel. Bonjour. Ik denk het niet hoor. Nee. Ik denk niet dat het gaat. Bonjour. Bonjour. Nou pas hè. Ja. Ah oui, bah, allez-y. Mais vous voulez vous venir? Non, Vous êtes d'ici? Nee. Non, non, non. Un pat. Ah oké, okay, oké. Okay. Merci. Google Maps. What? Not always right. Ah oké, okay. Do you speak French? No? No, 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 pas les francs. Okay. A little bit of English. But we have TomTom. Yes. Of no, TomTom. GPS. Google Maps. Yes, yes. Google Maps. And she said, go on, go on, go on. Yes, yes. Yeah, oui. Yeah, merci. Okay. Okay, goodbye. Oui, bye bye. Enjoy your day. No. Oh. Ze gaan natuurlijk naar Valence, dus inderdaad, dan is het. Ja. Mooi hoor. Mooi hoor. Ook weer alles dicht, hè? Ja. Ik ga daar eentje verhuren. Ja, ik zal het. Kijk, dan kun je hier onderdoor. Ja. Dit staat er misschien al eeuwen. Hé. Hey. Kijk, en zo ben je aan de overkant, Mago. Ja, kom maar. Wow, kijk. Wauw. Jeetje. Oh ja, kijk, die lift die komt naar beneden nou.
Parc Naturel Regional du Vercours. Office de Tourisme. Oh zo, grote vissen. Zo, dat is een grote. Oh daar, ja, je ziet ze wel. Kijk, het is een rat. Stoomrat. Maar die zal voor de sier zitten. Daar, en de mensen gaan allemaal aan boord. Dat zijn ze allemaal een beetje. Waar? Ik sta net zo. Oh. Okay. Dat is, kijk dat rat. Achterop. Op die muur liep een salamander hier. Oh, nou ja, ik zag net toch ook een heel kleintje. Echt een mini-minietje. Oh, ja. Die blijft echt niet wachten op je, hoor. Nee. Kijk, daar ga je naar beneden. Ja. Kijk, hier ga je omhoog. Oh, oh, dat is niet goed. Ja, die gaat weg. Stoomfluit. Kijk, zie je dat het... Ja. Zo. Jongens. We zijn daar aan het zwemmen. Wat ben je aan het doen? Hey. Even deze pakken. Die is even wat kouder nog. Oh, oké. Okay. Kijk, verboden te zwemmen. Ja. Bij de kerk, dan zien we hem dichtbij. Hey daar. Oh, kijk nou, ja. Oh. Oh jee. 4 uur. 4 uur. Wat kijk, er. Ik hoor wel waterstromen. Ja. 1835, zie je? Nee. Ja. Oh ja. 1835. Waar we nou toch allemaal terecht gekomen zijn, jongens. Ongelooflijk. De eeuwigheid druipt er vanaf. Hè? De eeuwigheid druipt er vanaf. Place de l'Anglaisie. Aquaduct Boot de Grotte. Oh ja. Ja, duidelijk. Nee. Nou jongens, een beetje sneu voor mijn gal. Maar we hebben geen ingang gevonden. Huh? We hebben geen ingang gevonden. Wat is er? Weer een beeld van 1418. Le Grand Guerre. Kijk jongens, en Mago neemt de shortcut. Kijk maar. Hè? Ja, ja. Beetje erg last van de warmte. Oké, Michal. Ja? Nou, dit was dus onze dag vandaag. Hè?
Mijn weer. Ja, jouw weer, ja. We zijn naar het dorp wezen lopen en het is nu nog steeds, kijk, 29 graden. Oh, ongelooflijk. Ja, lekker. Er komt wel een beetje en, wind. Ja, er komt gelukkig een windje. Ja. Dat is wel lekker, hoor. Ja. Dat is heerlijk zelfs. Nou, kijk, dan morgen zullen we weer hebben voor de tour. Dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Die komt nou in het dorp bij dat drukke kruispunt. Ja, bij en eind van de dag pas, hè. Ja. Want ze gaan naar Valence. Dat zie je natuurlijk vlakbij. Ja. Dus het wordt morgen een hele rare dag. Morgen komt er alles nog gewoon in, weet ik van wat. Ja. Toch? Ja, 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 ja. En wat was het, 4:15 dat ze hier langskwamen? Ja, tussen 4 en 4:15, ja. Ja, zoiets. Dus, tenminste, dat is de planning. En dan, ja. Die tourcaravaan die komt al 2 uur eerder. Of ja, zo, nou ja, daar zit ik niet zo op te wachten, hoor. Ja, maar het is wel leuk we om te zien. We kijken morgenmiddag wel. We kijken morgenmiddag die kant op. Met flesjes water en zo. Ja, als dit weer is wel. Ja. Maar goed, ja, ik heb gekeken op de site van op de weerapp. Ja. En die geeft morgen regen aan. Dus, ja, oké. Okay. Maar goed, we kunnen het weer van gisteren niet voorspellen, dus we zullen zien. Daarom, naar regen komt zonneschijn. Neem gewoon een pluim mee en we zien het wel. Oké. Okay. Nou, nou, doei. Oké. Okay. Duimpje, abonneren, ja. Notificatiebelletje. Yay. En de groetjes tot de volgende vlog.